Volgens mij is het lekker rustig, of niet? Op het moment nog wel. Ja, het is zondag, hier is de paasdag. Ik denk dat dinsdag wel anders gaat worden. Vanaf vandaag rijden er 2 weken lang geen treinen tussen Groningen en Hogeveen. Assen krijgt een nieuw station voor meer treinen en daarvoor moeten de sporen op de schop. Reizigers moeten met de bus en dat kost extra tijd. Het gaat voortreffelijk met de bus. Ja. En dat kleine beetje vertraging? Nou ja, ach, op een dag van 24 uur maakt die paar minuten ook niet veel uit. Ik ben blij dat we nog van bus rijden en dat het in ieder geval een beetje aangegeven wordt. Kan wel iets beter, want de site klopt niet helemaal. Er staat op de app dat er van Haren naar Bijlen en Hogeveen dat er direct een bus gaat. Maar in plaats van dat er direct een bus gaat, wordt er met de pendelbus van Haren naar Transferium gereden. En dat wordt niet op de app aangegeven. Wij komen van het station van Haren. Dus als je daar de tijden op de site aanhoudt, dan kom je te laat. En dat betekent dat je bovenop de reistijd van 3,5 uur nog eens een keer een half uur kunt tellen. Dat je niet rechtstreeks van station Haren kunt reizen, maar eerst naar het Transferium langs de A28 moet om over te stappen, staat wel in de app, maar wordt niet meegepland in de reisplanner. Tuurlijk zijn er opstartproblemen, tuurlijk gaan er wel eens dingen mis. En ja, dan loop je, nou relatief gezien over zo'n lange afstand, als dat alle vertraging is die je dan oploopt, denk ik dat dat best wel meevalt. Behalve de Harense verwarring loopt het vandaag verder allemaal prima. Er zijn voldoende bussen geregeld, niemand hoeft te staan en de bussen rijden op tijd. Maar eerste paarsdag is nou niet bepaald de drukste reisdag. Het is een mooi dagje proefdraaien zo. Zeker weten. Kunnen de kinderziektes er eventueel naar huis versen. Morgenavond wordt het al drukker, want dan gaan de studenten weer reizen. En dinsdag wordt het pas echt serieus tijdens de eerste normale ochtendspits.